Ik ben Sanne de Bijker. Ik ben kort, 2 dagen 27 jaar. Ik vecht voor Simpson Gym. Ryan Simpson is mijn trainer. Ik heb inmiddels nu 45 partijen gedraaid. Ik heb 2 titels, 1 van de WFMC en 1 in Dubai van de FIBA. Je begint door te breken en hoe ben je begonnen? Ik ben begonnen met kickboksen toen ik 16 was. 14, 15. Toen ben ik gaan fitnessen. En daar was een vrouw en die gaf les in kickboksen, gewoon 2 keer in de week. En zij vroeg al een half jaar mij van ja, kom een keer mee trainen. En ik dacht altijd van ja, je bent gek, ik ga niet kickboksen. Ik blijf nu gewoon lekker op de loopband staan en dat vind ik wel goed. Uiteindelijk ben ik toch een keer mee gaan doen, om van het gezeur af te zijn eigenlijk. En zo ben ik er eigenlijk ingerold en toen ben ik op een gegeven moment bij Rocky Gym gaan trainen. En uiteindelijk bij Simpson Gym terechtgekomen. En hoe lang zit je al daar? Bij Simpson Gym zit ik nu inmiddels 6 jaar trainingbereid, misschien zelfs 7. Ja. Ik train als ik naar mijn wedstrijden toe train, dan train ik vaak 2 keer per dag. Los van een keer dat ik in de avond niet kan of overdag niet kan, maar over het algemeen 5 dagen per week, 2 keer per dag. En dan nog op de zondag en zaterdag is mijn rustdag. Ja. En wat doe je naast je training? Nu werk ik part-time, maar ik heb altijd gestudeerd naast mijn training. Ik geef nu vooral heel veel les, dus dat doe ik vooral veel. Over mijn school, ik heb 2 studies gedaan. Ik heb een bachelor in social work en een bachelor in bestuurs- en organisatiewetenschap. Zo? Ja. En? Ik heb net fitness A gedaan. Want ik geef heel veel les en ook personal training en dat soort dingen. En ik wilde toch graag net iets meer kennis erover hebben, iets meer theoriekennis. En vandaar dat ik besloten heb om dat te doen. En twee weken terug heb ik inderdaad mijn diploma ervoor gehaald. Gefeliciteerd. Maar met mijn trainingsdiploma, ja, vooral wat ik nu eigenlijk al doe, heb ik lesgeven. En vooral het 1-op-1, dat vind ik ook leuk om mensen verder te helpen in het doel wat ze graag willen halen. Vooral doorzettingsvermogen, want het was echt een hele harde partij. En misschien had de oude Sarah, hoe ik vroeger vocht, had misschien al opgegeven. Van oh nee, dit is echt veel te zwaar. Ik kreeg af en toe harde stoten en die moest ik ook echt af en toe even wegslinken. En vooral dat ik sommige dingen in mijn vechten moet aanpassen om wat minder stoten te vangen. Af en toe, want af en toe wil ik te veel naar voren, waardoor ik ook onnodig vang, zeg maar. Dus dat vooral. Ilona is natuurlijk weer een hele andere vechter dan Rachel Adames. Dus ik zal natuurlijk mijn stijl een beetje moeten aanpassen. Maar ja, vooral, ik blijf natuurlijk vooral bij mezelf. Ik bedoel, je kan niet een hele stijl aanpassen. Je vecht zoals je vecht. En je kan daarin wel kleine dingetjes aanpassen of toepassen. Ze gaan vooruit inderdaad, wat ze nu zeggen. En vooral technisch. Dat ik overzicht heb en vooral technisch vecht. Ik heb niet echt de ambitie om mijn WFL-titel te halen. Ik vind WFL natuurlijk een hele mooie organisatie, maar het is niet echt een ambitie voor mij om die titel binnen te halen. Dat zal niet gebeuren. Nee. Ik vind Ilona natuurlijk een hele goede tegenstander, ook echt een uitdaging. En ja, dat zie ik voor nu als mijn doel en wat daarna weer komt, dat zie ik dan altijd wel weer. Ik heb altijd zoiets van, ik leef met het moment en dat is nu mijn doel. En dan als ik die win, dan kijk ik wel weer verder, wie ik weer tegenkom. En? Het is natuurlijk altijd heel leuk om op een heel groot event te staan. Maar ik vind het ook heel leuk om op kleinere galas te staan, omdat de sfeer daar ook altijd heel leuk is. Dus ik heb ook niet zoiets van, ik wil per se bij een heel groot event staan of een heel grote naam. Als het gala maar leuk is, dan vind ik het al goed. Ja. Mijn fans, dat zijn vooral mijn vriendinnen en mijn familie. En natuurlijk ook de mensen waar ik mee train. En die wil ik echt heel erg bedanken, want die staan altijd achter me. Het is niet altijd makkelijk om ermee te leven, want je hebt natuurlijk weinig sociale leven in aanloop naar wedstrijd toe. Dus zonder hun zou ik het zeker niet hebben kunnen doen. En vooral ook met mijn trainers en de jongens waar ik mee train, daar ben ik heel blij mee. Dus kom vooral kijken 18 juni, het wordt een leuke pot. Ik heb Instagram, mijn voor- en mijn achternaam, Sarah de Bijen.
En ook Facebook heb ik. Oké. Okay. Ja. Nou ja, we wensen je gewoon heel veel succes. In ieder geval heel veel succes. Ja, dankjewel. Dat je het interview hoest. Jullie ook bedankt. Leuk.